Hi allemaal, laatst had ik weer allemaal spulletjes geshopt op AliExpress en er zijn inmiddels al een aantal van binnen. Dus het lijkt me weer heel erg leuk om een shoplog te delen. En dit keer zijn het allemaal spulletjes voor het voorjaar. En ik kan echt niet wachten om het te bekijken. Ik heb de spulletjes binnengekregen, maar nog niet opengemaakt en ook nog helemaal niet aangepast. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd of dat wel of niet een succes gaat worden, maar dat gaan we straks allemaal zien. En ik begin eventjes met een zonbril. Hier had Larissa het over in haar AliExpress video. Als je die hebt gemist, klik even op het i'tje of op de link in de beschrijving. En daarin vertelde zij dat ze een hele toffe zonnebril had besteld, maar dat die nog niet was binnengekomen. Nou, inmiddels is die dus binnengekomen en hij is echt heel erg cool. Deze heb ik dus al wel gezien. En dat is dit modelletje. De prijzen van alle producten zal ik trouwens gewoon in beeld brengen, mocht ik daar benieuwd naar zijn. En deze zonnebril is echt super cool. Je ziet het ook wel gewoon in de winkels liggen in Nederland, maar via AliExpress is dat dan wel goedkoper. En het is een cat eye model met een gouden frame. En het ziet er gewoon heel cool uit. En ik heb zelf ook toevallig zo'n bril, maar dan in het rood. Van My Oh My Amsterdam. Maar deze is dus van AliExpress. En ik vind hem echt super cool. Dus misschien wil ik deze ook nog wel erbij halen. Want een zwarte, daar kan je natuurlijk niet mis mee gaan. Oh, en mocht je trouwens ook de spulletjes willen shoppen, dan zullen wij ook de linkjes naar AliExpress hier beneden in de beschrijving neerzetten. En dan kan je gewoon meteen doorklikken en ook eventueel shoppen als je dat wilt. Nu heb ik zelf ook een zonnebril geshopt. En ik ben zelf heel erg van de ronde modellen zonnebrillen. Of tenminste niet helemaal rond, maar een beetje ovaal. Een beetje zoals de Ray-Ban die ik altijd draag. En ik wilde ook heel graag een rode zonnebril hebben. Omdat ik dat heel erg cool vind staan op foto's. En ik weet niet meer wie eigenlijk, maar ik had een keertje op YouTube een Amerikaanse YouTuber gezien en die had ook een rode ronde zonnebril. Dat zag er gewoon super cool uit. Ik heb gezocht, ik heb hem gevonden en de reviews waren al veelbelovend, maar ik was wel heel erg benieuwd hoe dat dan zou zijn. Hij is echt, wow, hij is echt knalrood. Veel rooier dan ik had gedacht. En het modelletje ziet er zeg maar wel, oeh, als ik hem zo openvouw dan buigt hij wel net iets te erg mee. Dus het voelt niet heel erg stevig. Maar was ook, ja, was op zich, nou, op zich wel goedkoop, maar niet super goedkoop. Of zo, gewoon normale merkloze zonnebrillenprijzen. Het is heel heftig. Ik ga straks even proberen te filmen door de lens heen. En dan zie je dat het echt knallend rood is. Het is niet eens een beetje lichtrood, maar het is gewoon knallend rood. Ik weet niet zeker of dat chill is om daarmee rond te lopen. En ja, hoe ziet het eruit? Wat vinden jullie ervan? Laat het even weten in de comments. Volgens mij kan ik het model wel hebben. Maar het is heel lastig om mezelf te bekijken omdat het alles zo rood is. Wil je deze eens proberen? Dan even zeggen wat je ervan vindt. Ik weet 100% zeker dat dit mij niet gaat. Hij gaat niet zo lekker open, ja, hè? Ik zal voorzichtig te doen. Volgens mij ga je echt lachen. Oh, hij is niet groot. Hij staat heel goed hoor. Maar het is heel, je kan het bijna niet zien. Omdat het zeg maar zo'n rood licht is. Ik moet er overheen kijken. Maar hij past op zich al bij het shirt die ik aan heb. Oh ja, het is niet vreselijk. Maar ik voel me misschien wel een beetje een soort van Ozzy Osbourne. Ja, maar het is op zich wel grappig. En ik zie alles in het rood. Hoe para word je dan? Word je helemaal knetter volgens mij. Volgende item is een shirt. En ik zal hem even uitpakken. En hier ben ik heel erg benieuwd naar. Ik kwam hem per toeval tegen in de app. Het is een t-shirt, een zwart t-shirt met een regenboogkraagje. En dus op staat forever or never. En als ik zo voel, de kwaliteit van de stof is heel erg stretchy. Het ziet er echt heel goed uit eigenlijk. Het ziet er echt kwalitatief heel goed uit. Ja, dit is, ik dacht eigenlijk dat dit er misschien opgeplakt was. Maar het is dus echt helemaal opgeborduurd. Ik moet zeggen dat ik wel, op sommige plekjes hebben ze een beetje scheef opgeborduurd. Dus dat is niet, oh hier al helemaal, op de N. Dat is niet heel erg netjes. Maar voor de rest ziet het er echt heel goed uit. En hij voelt heel erg goed. En de maat. Ik wilde een beetje gaan voor een beetje een oversized coole look. En dit is, volgens mij heb ik, oh dit is een one size fits all. Als ik hier zeg maar zo naar kijk, dan heb ik het idee dat het meer een S of een M is. En ik zou dan liever voor de L willen gaan. Maar ik ga hem straks even passen en dan ben ik heel erg benieuwd hoe die zit. Oké, dus dit is het shirt als ik hem aan heb. Ik dacht net dat hij te strak zou zitten. Maar de maat is toch wel gewoon een beetje wat ik wilde. Niet super oversized, maar wel wat losser. Mouwtjes kunnen wel wat korter, dus die zou ik denk ik heel eventjes op kunnen rollen. Maar hij zit ook best wel lekker. Ik vind hem heel leuk. Lekker kleurrijk ook. Ja, want met toch wel heel erg zwart, maar toch wel, en hij zit best wel lekker. De mouwtjes oprollen is altijd wel heel erg speels. Dat doe ik ook altijd. Ja, ik denk dat dat wel een goede optie is. Voelt ook goed aan wel, hè? Ja, het zit wel goed opgenaaid, behalve die N. Die N is een beetje gek. Maar valt wel mee hoor. En het voelt lekker dun en zacht aan. Ja, het is best wel goede kwaliteit. Oké, de mouwtjes heb ik nu heel eventjes opgerold. Ze ziet er iets meer af uit. Ik weet niet of je veel verschil kan zien, maar nu zijn ze wat korter. En nu ziet het daar
vind ik wel wat beter uit. Ja, ik vind dit wel echt een toppertje. Het volgende wat ik heb besteld zit in dat zakje en het is een badbak. Als ik zo voel, dan voelt hij al meteen best wel goed aan. Die pads zitten hier een beetje los in. En ik zal hem eerst even laten zien. Hij ziet er dus zo uit. En hij heeft een beetje zo'n V-hals met van die vetertjes daartussen. En het leek me wel heel erg sexy. Maar ook heel erg aangekleed. En een badbak is tegenwoordig weer helemaal hot. Lijkt me wel chill om te hebben om je af en toe wat meer te bedekken of zo. Ik weet niet, het komt vast wel een keertje van pas. En omdat ik er nog niet zo zeker over ben of ik het veel ga dragen, want ik ben echt een bikini persoon, dacht ik van dan koop ik hem via AliExpress en dat kostte niet zoveel geld. Want dit was echt maar een tientje of zo. Gijs zal ik in beeld brengen. En ik dacht dat is wel een goede manier om het dan te proberen. Als de kwaliteit goed is. Maar als ik er zo aan voel, voelt het wel gewoon ja, als een goed badpak. En het ziet er goed uit. En ik had zeg maar ook natuurlijk de reviews bekeken en de foto's die erbij zaten. En dan was de binnenkant wit. Van, maar hier is hij gelukkig zwart. En dat vond ik namelijk niet zo mooi, want dan kon je het een beetje zien. Maar hij is helemaal zwart en hij is van het merk Zavul. En dat zie ik super veel langskomen. Ik weet niet of dit nou gewoon een of andere budget webshop is. Of dat het bij AliExpress hoort. Spijt me, ik heb mijn research niet gedaan. Maar ik zie het overal langskomen. Maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat dit dan echt van Zavul is en dat het via AliExpress wordt verkocht. Goed, misschien wel. Ik ben heel erg benieuwd hoe deze zit. Het kan goed gaan of helemaal slecht. Dus... let's go. Nou, dit is het badpak. En ik moet zeggen dat hij wel echt heel erg goed zit. Ik had volgens mij een maat M genomen. En hij heeft best wel gewoon nog bedekte billen en zo. En hij zit zeg maar niet te strak, maar hij zit wel strak genoeg om goed te zitten. En hier zitten dus die pads in. Die heb ik net eventjes zelf naar boven geduwd. Maar die zitten een beetje, die zitten er los in. Dus die kunnen tot helemaal hier zakken. Dus dat vind ik het enige wat ik niet zo handig vind. Maar misschien kan ik dat zelf vaststikken. Maar voor de rest, ik vind het wel wat eigenlijk. Het is zeg maar wel echt een badpak. Maar nog wel een beetje sexy of zo. Ja, zeker sexy. Ja, vind je hem sexy? Natuurlijk, het komt bijna tot je navel. Ik vind hem heel goed. Tot mijn navel? Hoe bedoel je? Oh, de... ja, die opening. Dit. Ik vind het heel leuk. En ook wel fijn dat je die verstelbare bandjes hebt. Ja, want je kan hem inderdaad strakker doen nog, eventueel. En dan heb je iets meer gelift effect. Er zit hier wel een beetje strak op mijn bil. Dus die hakt hij een klein beetje in tweeën, zie ik. En de kwaliteit voelt ook goed. Hij is best weer voelen. Ah ja, best heel, wel dikker inderdaad. Ja, ik heb wel het idee dat, zeg maar, dat het goed komt als ik het water in ga. Ja, dat het niet helemaal doorschijnt. En fijn dat hij van de pads heeft. Dan heb ik hier nog meer badkleding. En dit is wel een bikini. Ik ben heel erg benieuwd hoe deze zit. Ik hou zelf heel erg van die bikini topjes die een beetje sporty zijn. Dus die in je nek zitten of rechts. Maar die hebben zeg maar een wat vierkantere hals. Nou, hoeft niet per se trouwens aan. Ik kan niet uitleggen. Misschien dat je het straks ziet. Ik ben heel erg benieuwd hoe deze eruit ziet. Oh, dit voelt wel echt heel erg goed. Als ik zeg maar zo naar kijk, is die wel... wow, is dit nou echt een stringbikini? Volgens mij... ik kan me niet herinneren dat ik dat heb besteld. Maar misschien dat het er wel bij staat. Hij ziet er echt heel klein uit. Maar goed, dat is wel in hè tegenwoordig. Maar we moeten maar even kijken of ik dat durf. Maar ik zie hier het topje. En ook deze voelt goed aan. Het is zeg maar lekker stretchy. En het is dus echt meer, het lijkt een beetje op een sport-BH het model. Maar dat vind ik wel heel erg schattig. Het enige waar ik nu heel eventjes over twijfel is of deze top niet veel te groot is. Hij ziet er zeg maar best wel breed uit. Dus hij kan nog wel eens los zitten. Maar ik had een emmetje besteld. Ja. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat staan. Ik zie jullie zo weer met de vlogcamera. En dan kan je zien hoe het staat en of de maat een beetje klopt. En dit is dan de bikini. Die laat veel bil zien, maar toch wel, ja, het valt toch nog wel mee op zich. Ik moet eerlijk toegeven dat de vrouw op de advertentie er wel veel sexier uitzag. Want ze had echt grote borsten. En toen dacht ik, oh, als ik dit model neem, dan push het misschien alles heel erg omhoog. En het zit wel bij elkaar, maar ik voel het toch een klein beetje groot en kinderlijk of zo. De top. Beetje te erg. Ja, ik wilde hem wel sporty, maar dit voelt weer net iets te misschien. Al met al, niet vreselijk. Zit best oké, okay, dus... Ik snap wat je bedoelt van kinderlijk, maar het was... ja, ik vind het niet slecht of zo. Ik ben al sowieso heel trots als je de goede maten hebt. Dat vind ik echt lastig. Ja, het is gewoon de maat M, dus ik dacht dat moet goed komen. Ik vind die kleur heel erg leuk, dat roze. Ja, ik moet zeggen, en de kwaliteit, het voelt best wel goed hoor. Het is goed, voelt prima. Die pet zit hier wel weer los. Ja, het is wel bijzonder. En, jelletje. Ja, maar ja, ik heb het idee dat zeg maar, die top wel echt net iets te groot is of zo. Zeg maar, hij is zeg maar niet te groot qua maat.
Maar het is wel echt heel veel stof zo. Zeg maar, dit was misschien beter geweest. Dit nou, misschien komt het eerder door die bandjes. Om deze, die ja. Die breder zijn, maar ik vind het wel. Maar het is niet verkeerd. En je kan dus gewoon je eigen maat bestellen. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik word helemaal vrolijk van de zonnige dagen en de warme temperaturen die er weer aankomen. En dat betekent dus dat ik deze spulletjes ook wel snel kan gaan dragen buiten. Ik ben heel erg benieuwd of ik niet per ongeluk tegen een paal aan ga rijden met die rode zon erop. Lijkt me niet heel erg veilig, want de wereld wordt echt gewoon één grote rode vlek. Naast deze spulletjes heb ik nog meer geshot. Dat is nog niet binnen. Hopelijk... Ja, oké, okay. Ik zou willen zeggen binnenkort, maar het gaat echt nog wel een paar weken duren. Dus er komt waarschijnlijk nog wel een keertje een AliExpress shoplog aan. En ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden. Laat in ieder geval in de comments weten wat je van deze geshopte spulletjes vond. En of je ook al hebt geshopt voor het voorjaar. En vergeet deze video geen duimpje omhoog te geven als je hem leuk vond. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je nog geen abonnee bent. En dan zie ik je heel graag terug in de volgende video. Doei!